een onderleven diep. Perfect. Als we dat snijden, normaal gesproken heb ik altijd een snijpan nodig met een bloedgeul en noem het allemaal op. Dat doen we door zijn heel korte voeten tot één schelp te staan. En als een beest een goed leven gehad heeft, dan voelt hij zich wel en dan wordt hij vanzelf wordt hij heel smakelijk. De geweldige beurs in Rotterdam die zeer gastvrij is en zeer informeel is en heel gezellig. Dus daar even zijn wij trots van de partner van de beursgast van Rotterdam. De eerste editie, ontzettend succesvol, goede contacten opgedaan en ik zou zeggen de volgende keer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als Amsterdam in het Rotterdamse genoten heb van gastvrij Rotterdam. Door de kwaliteit van de bezoekers, het enthousiasme en vooral ook de kwaliteit van de bezoekers. En wij als Koppert Kres met onze mooie niche-producten hebben we eigenlijk wel een hele mooie doelgroep bereikt. Partners. Ik heb bij alle vergaderingen gezeten om dit op te bouwen. We hebben hier 2 jaar aan gewerkt. En de basis was een beurs te realiseren waar ambachten gezien worden, waar reuring is, waar je overal wat kan kijken en wat horen dat er over producten verteld wordt. En dat is het allerbelangrijkste nu voor een beurs, vind ik. Hoef ook niet te groot te zijn. En op deze beurs komen ook mensen die echt geïnteresseerd zijn in het vak. Derde dag. Even afwachten hoe vandaag afloopt, maar ik denk dat er een enorm goede start gemaakt is waarbij voor de volgende edities, waarvan ik uitga dat ze vanuit gaan dat ze komen, ja, de kunst wordt om ook de potentiële klanten nog meer naar deze beurs te trekken.